Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Opklaringen trekken over ons land, maar er zijn ook wat wolken en uit die bewolking vallen een paar stevige buien. Die buien kunnen we vanochtend al zien met hier en daar een klap onweer erbij. Er is ook ruimte voor zon tussendoor en vanochtend is het 11 tot 13 graden. De temperatuur loopt nog wel iets op, maar blijft zeer mager voor de tijd van het jaar. Het wordt 16 tot 18 graden. Met buien, met hier en daar een klap onweer erbij, met zon tussendoor. In de loop van de middag wordt het minder nat en zien we de zon van het westen uit wat vaker schijnen. Wind uit noordwestelijke richting meest matig van Kracht. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog en hebben we brede opklaringen. Dan liggen de temperatuur op zo'n 14 of 15 graden. Morgen is het weer wat heel anders. Dan is het eigenlijk aan de bewolkte kant met weinig ruimte voor de zon en van het westen tot noordwesten uit trekt het gebied met buien regen het land in. Het wordt 17 graden maximaal en de wind waait nog altijd het westen tot noordwesten. Vrijdag is het een stuk droger, op de meeste plaatsen zelfs droog weer, met in het oosten en enkele bui periode met zon en de zon zien we het vaakst in het westen. In het weekend op zaterdag een bui op zondag meest droog de temperaturen boven de 20 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerblaza.nl.